Milan Corine, een 0-0 tegen Helmond Sport. Volgens mij niet een punt om tevreden mee te zijn. Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd? Nee, inderdaad. Als je thuis tegen Helmond speelt, probeer je natuurlijk altijd te winnen. En dat, dat wil iedereen natuurlijk. En als dat dan vandaag niet lukt, is dat jammer. En we hadden gehoopt op de 3 punten. Ja, jij komt volgens mij na een uur ongeveer het veld in. Met wat voor idee kwam jij van de bank af? Wat waren de woorden van de trainer bijvoorbeeld? Ja, hij zei gewoon speelspel, linkshalf. Dat waren eigenlijk zijn woorden. Hij zei niet veel, hij zei gewoon van ja, doe gewoon je ding. Ja, op dat moment was het uiteraard nog 0-0, want zo eindigde de wedstrijd ook. Het lukte niet al te vaak om grote kansen te creëren. Aan het einde werd u nog een aantal keer gevaarlijk. Maar was dat het probleem vandaag? In de laatste fase waren we iets te slordig. Het veld lag ook heel slecht, zeg maar, naarmate de wedstrijd vorderde. Dus het werd steeds moeilijker om correct over de grond voetbal te spelen. Maar dan kregen we er toch net iets te weinig. Of net als we dan een kans creëren, pakt de keeper hem goed. En dat is jammer dat we dan niet de 3 punten pakken. Nou, jij bent afgelopen winter hier bij deze club gekomen. Daarvoor speelde je in het buitenland volgens mij. Hoe heeft jouw voetballeven er tot nu toe uitgezien? Ja, ik heb in de jeugd van Anderlecht gezeten tot het eerste team. En dan ben ik naar Trenčín vertrokken. En van Trenčín heb ik een transfer gemaakt naar Warta Poznań in Polen. En zoals je zei ben ik sinds de winter hier. En het zijn mijn eerste minuten in maanden. Dus ik ben wel tevreden over de minuten, over de prestatie. Kan altijd beter. Nou, vanwaar de keuze voor deze club? De keuze was eigenlijk vrij snel gemaakt. Er was meer interesse van andere teams, maar Almere City had het beste project. En vandaar eigenlijk de keuze. Ja, met wat voor persoonlijk doel ben jij hier gekomen? Promoveren. Promotie naar Eredivisie. En ik denk dat dat ook de ambitie is van de club. En we gaan er alles aan doen om te promoveren. Mooi doel, dankjewel.